Goedemiddag, dames en heren. Welkom. Namens alle vrijwilligers heet ik u van harte welkom in de Beelden en Heemtuin Kuik. Vandaag start het 27e seizoen en wij zijn met z'n allen bijzonder trots op onze tuinen, op onze vrijwilligers, op de duizenden bezoekers ieder jaar. We hebben een keer een telling gehouden, er waren er 7000. Maar ik noem natuurlijk ook onze eregasten van vandaag. Dat zijn de kunstenaars die hun beeld voor 2 jaar aan ons uitlenen. U weet misschien wel dat we ieder jaar 10 of 11 nieuwe beelden kiezen en ook afscheid nemen van even zoveel beelden. Maar daardoor wijzigt de samenstelling ieder jaar van onze collectie en blijft het de moeite waard om terug te komen. Dus enkele weken geleden zijn er 11 nieuwe beelden gebracht. En met zorg, inspanning, hebben die op een passende plek gezet. Benje was bij ons 20 jaar lid van de selectiecommissie, de onderhoudscommissie, de commissie openen en sluiten. En natuurlijk van het bestuur. Al die 20 jaar waren we hartstikke blij met jou. We hopen dat jullie hier toch nog een tijdje samen van mogen genieten. En we hebben voor jullie een boeket. Hey. Dank jullie wel weer voor de uitnodiging om hier aanwezig te zijn in deze opening te verrichten. Weer een bijzonder collectie, bijzondere exposities moet ik dan eigenlijk zeggen. Het is weer gelukt. En zonder daarmee een oordeel te vellen over de beelden van afgelopen jaren, maar ik vind ze dit jaar erg goed geslaagd, omdat ze volgens mij voor een heel breed publiek toegankelijk zijn en ook heel erg verhalend zijn. Wat ik een hele pakkende en heel verhalende vond, was het beeld Corona Balance, denk ik in het Engels uitgesproken, van Aris de Bakker. Naast dat het ook daadwerkelijk heel erg in het oog springt, symboliseert het inderdaad dat balanceren van ons allemaal tijdens de coronaperiode. Vrijheid versus beperking, informatie versus desinformatie, de zorgen die er waren, die er leefden bij mensen, maar ook de eigen verantwoordelijkheid in het naleven van regels, maar ook polarisatie. Dat balanceren op al die vlakken komt heel mooi tot uitdrukking in dat beeld, vind ik zelf. Het is heel erg maatschappelijk getint, maar meer persoonlijke was het werk dat de naam vader draagt. En dat resoneert bij mij als jonge vader dan extra. Van Buba Kvorzic, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ik vind dat het heel erg raakt. U moet dadelijk maar eens gaan kijken. Het is een glijbaan en een rasp in één, zou je kunnen zeggen. De kerngedachte, zo heb ik gelezen, is de kinderdroomtijd. Aan de ene kant die glijbaan, die vrijheid, het oneindige spel en de onschuld van kinderen. Maar toch ook die rasp, die, ik ken het precieze verhaal van de kunstenaar zelf niet, maar ja, het opgroeien, het volwassen worden, gaat ook altijd over hobbels. Voor de een groter dan voor de ander. Dat komt allemaal tot uitdrukking in zo'n werk. Dat is enorm knap om te zien en sluit aan bij dat motto: het begint bij ruw materiaal en eindigt met een verhaal. We zijn weer bij elkaar. We zijn er weer klaar voor. Een nieuw seizoen wordt geopend. Ik feliciteer jullie allemaal met deze mooie tuinen. De Heemtuin en de Beeldtuin. En laten we niet vergeten, hij is van ons allemaal. Dankjewel. Dankjewel, Wim. Het is al jaren een goede traditie om op de laatste zondag van april op dit mooiste plekje van Kuik bij elkaar te komen. Hier in de voormalige moestuin van Toon de Vocht. Vele jaren geleden uitbater van café De Posthoorn. Het pakhuis achter me was een droogplaats van tabaksplanten, van sigarenmakerij Flipsen en Van Hussen, hier tegenover in het kantersgebouw. Later was het pakhuis de garage van Toon zijn automobiel, en in 2012 omgetoverd tot een prachtige ontmoetings- en expositieruimte. Ik ben zelf hier op 200 meter vandaan geboren in het Liefdegesticht.
Denk bij liefde gesticht, maar meer aan liefde dan aan gesticht. Het was een klein ziekenhuis waar kleine ingrepen gedaan werden. En zoals je ziet, ik was een kleine ingreep. Verder ben ik opgegroeid hier 50 meter vandaan als zoon van een brood- en banketbakker. Nu zult u zich afvragen, gaat hij nu zijn hele memoires vertellen? Nee, dat ga ik niet doen. Maar de link tussen een banketbakker en kunst is snel gelegd. Allebei tonen ze hun grote passie van creativiteit in het maken van verschillende bijzondere creaties. Naast ons is eind jaren 90 de beeldentuin herrezen op een protestantse begraafplaats. En daarnaast vorig jaar het Kerkhofpark. De Calvarie-kapel met het mooie achterliggende verhaal van de totstandkoming van dit monumentaal gebouw komt nu nog beter tot zijn recht. Beeldentuin en Kerkhofpark, twee plekken waar je tussen de doden de serene rust vindt onder het getjilp van de vogels. Waar je hartje kuik intens kunt genieten van kunst met een grote K. Naast Heemtuin, Beeldentuin, Kerkhofpark komt de vierde lood aan de stam van dit mooiste plekje van Kuik tot leven. De bouw van de Romeinse tempel. Vanmorgen was ik om 9 uur onder klokkengelui getuige van de eerste steenlegging van dit 10 bij 10 meter bouwwerk. Ondanks de vele verwijten, kritiek, verwensingen, zeg ik het nog maar eens kil. Het is een politiek besluit van de meerderheid van de gemeenteraad. En mocht u het anders zien dan deze door vele inwoners gekozen raadsmeerderheid, dan bent u in maart 2026 weer aan zet. Beste aanwezigen, wij kunnen vanaf vandaag weer genieten van nieuwe en al eerder getoonde kunstwerken. Kunst gemaakt door kunstenaars uit diverse windrichtingen van ons land. Over Kuik op de kaart zetten gesproken. Laten we vooral genieten van dit prachtige stukje Kuik. Genieten in een tijd van veel hectiek en in een roerige wereld. Een voorthollende wereld waar je hier tot rust komt. Je kunt op deze plek jezelf ontmoeten zonder dat je tussen de overledenen je al in hemelse sferen belandt. Pak dat gratis genietmoment hartje Kuik met beide handen aan. Veel kijkgenot. Ja, u heeft het kunnen zien. De Beeldentuin 2024 is zojuist weer geopend. En bij mij heb ik twee mensen die hier ook al lekker de opening aan het vieren zijn, zie ik. Wat vindt u ervan, mevrouw? Ik vind het leuk. Ik vind het heel leuk dat ze ieder jaar de helft vernieuwen. Want daardoor blijft het toch spannend om te zien. En de beelden spreken wel tot de verbeelding deze keer. Nou, het zijn verhalende beelden ook. Er zitten ook verhalende beelden bij. En ik heb wel een paar hele mooie kleurrijke beelden ook gezien. En dat vind ik zelf echt wel heel leuk. Dat is veel kleur. En ik vind het ook heel mooi het hele pad. Het is geschikt voor mensen met rolstoel. Het is geschikt voor een rollator. Eigenlijk kan iedereen hier naartoe. Dus ik vind het een mooie plek in Kuik. U heeft hier al een beeld, hè? Ja. Afgelopen jaar mocht ik hier een beeld plaatsen, waar ik natuurlijk heel blij mee ben. Maar wat ik eigenlijk toe wil voegen is dat ik wel vind, want ik kom hier natuurlijk al een paar jaar langer kijken, is dat de kwaliteit steeds verder omhoog gaat. En de beeldentuin Kuik kan zich onderhand wel meten met andere bekende beeldentuinen in Nederland. Dus niet alleen de plaatselijke of de buurtkunstenaars, maar ook van iets verder. Hè? Ja. Is dat een goed idee? Ik vind dat een goed idee. Die menging is heel mooi. Mensen van hieruit de omgeving en van verder weg. Want daar komen er ook mensen van verder weg weer hier naartoe. Dus de tuin wordt gedragen door een groter publiek. Meer mensen, is leuk. Is ja. ook al gaande. Ik bedoel, als je nu kijkt, kijk, ik ben dan een lokale, maar... De meeste zijn toch vanuit het hele land hier. En dat is positief. Ja, ja. Het is ook leuk om tussen andere kunstenaars van andere streken te staan. Want dat betekent dat de kwaliteit van jouw Kuikse of Hapse beeld goed genoeg is om samen met een heleboel anderen te verschijnen. Is ook leuk. Ja, precies. Ja. Het is ook te zien als een compliment dus. Ja, zeker. Dat is het. Ja. Dat is echt een compliment. Ja. Heeft u al iets moois gezien? Nou, het beeld waar ik nou bij sta, dat zie ik nou voor het eerst dus. Dat vind ik al in ieder geval heel mooi.
Ja. En ja, er zijn meerdere mooie beelden. Van, ja. Dit is nogal een kleurrijk beeld. Houdt u daar specifiek van? Moet niet per se, maar ik vind dit wel mooi. Van John Akmans vind ik mooi. Dat is de blauw-rooie, dat is ook met kleur. Maar een nieuw beeld, een beetje een hoekig vrouwenfiguur vind ik bijvoorbeeld ook heel mooi. Terwijl daar geen kleur in zit, maar daar vind ik de vorm weer heel mooi van. Ja. Dus ja, dat wisselt per beeld. Ja. En er zijn er natuurlijk ook bij die mij niet zo aanspreken. Maar dat mag ook, hè. Dat mag zeker, want ja, kunst is heel persoonlijk natuurlijk, ja, wat iedereen daarvan vindt. Bent u vaker te vinden hier in de Beeldentuin om een keer rond te lopen? Een enkele keer, sowieso met de opening, omdat ik altijd wel benieuwd ben welke nieuwe beelden er zijn. En door het jaar heen een enkele keer, ook met bezoek wat hier, ja, wat bij mij komt. En dan zeg ik van, goh, we hebben zo'n mooi stukje kuik vlakbij. En dan loop ik hier ook wel eens rond. Dus u maakt goede reclame voor kuik? Ja, dat sowieso. En zoals altijd is er in het pakhuis ook een hele mooie expositie. En deze keer is het van de heer Theodor Peters. Dat ben ik, ja. Ik ben al 55 jaar kunstenaar. Maar wat is kunstenaar? Wat de mens er zelf in ziet, toch? Ja, ik zeg ook altijd van, je vindt het mooi of je vindt het niet mooi. Je hebt het geld ervoor over en je koopt het. Klaar, ja, heel eenvoudig. Vandaag hier een heel aantal houten beelden en brons. Aanschilderde, ik schilderwerk. Ja, dat is allemaal van u wat hier ja, te zien. Ja, ik ben voor 55 jaar terug begonnen. Eigenlijk met hout. En daar ben ik overgegaan naar brons. Ik heb tussendoor geschilderd. Ik heb ook heel veel exposities gehad, want ik sta nu in Kuik. Maar ik heb hele grote exposities. Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, Düsseldorf, Frankfurt. En ik heb een eigen stijl en misschien het bevalt dat mensen, dat weet ik niet. Ja. Uw kunstwerken hier, zijn die ook te koop of is het puur alleen een expositie vandaag? Nee, ze zijn zeker te koop, want ik heb 50% een baan gehad en 50% moest ik van mijn kunst leven. Maar op het moment gaat dat niet meer. Dus als mensen nu mooie beelden zien, dan kunnen ze alsnog naar uw Facebookpagina of... Ja, gaan ze naar theodor.peters. En dan komen ze bij mijn website. Dus. Dank u wel. Ja, graag gedaan.